Dit station is nu Polen in het klein. We zien vertegenwoordigers van de overheid, soldaten, politie, hulporganisaties natuurlijk en vele, vele vrijwilligers. Poolse vrijwilligers die spontaan naar de grens zijn gekomen. En heel Polen is gemobiliseerd om de vluchtelingen op te vangen. Maar hoe lang houden ze dat nog vol? Zeker nu de gevechten in Kiev en andere Oekraïnse steden heviger zijn geworden. En de Poolse regering verwacht dat nog miljoenen vluchtelingen deze kant uitkomen.